Nou, welkom bij de zomerfeesten Sint Isidorushoeven. Op de achtergrond zijn de volle voorbereidingen bezig voor het spektakel waar men al heel lang op heeft gewacht. De Goldenering treden vanavond op hier bij de Sint Isidorushoeven. Een dag voor Hemelvaart. We gaan even kijken wat de mensen er precies al in hebben. Ga je mee? Vanavond de Goldenering hier in Sint Isidorushoeven. Ja. Waarom bent u hier? Nou, toch wel speciaal voor de Goldenering. Jaren geleden heb ik ze gezien, hè. En best nog een keer leuk om ze nog een keer weer terug te zien. Kan misschien een van de laatste keren zijn. Misschien wel, ja. Hoe lang bestaan ze? 42, 43 jaar? Ik weet het niet precies. Ja, zoiets. Ja. Ja, ik vind het leuk. Maar wat maakt de muziek van de Goldenering nog zo mooi? Niet alle nummers, maar de bekende nummers, die vind ik... Het is niet zo dat ik naar Den Haag ga om naar de Goldenering te kijken. Dat niet. Ah, oude rockgroepen, hè. Hoe lang bestaan ze al niet? Dus ja, dat ze hier in het oosten een keertje komen en optreden, daar wil je natuurlijk bij zijn. Ik heb zelf Barry Hay, die woont op Curaçao. Mijn dochter heeft daar 3,5 jaar gewoond en we zijn er op vakantie geweest. Ik kwam Barry Hay een keer tegen op Hato daar, op het vliegveld. Ik zeg, hey Barry Hay. En hij keek maar met die grote tanden en die zwarte brul op. Ja, geweldig. Geweldig persoon. Dames, een heerlijk avondje uit met z'n tweeën, met z'n drieën. Het hele gezin en familieleden en helemaal gezellig, ja. Vanavond naar de Goldenering. Waarom? Nou, dat is de muziek voor onze tijd toen wij uitgingen, hè. Dus dat moeten we even herbeleven. Gezellig. Dat blijft mooi? Dat blijft mooi, altijd. Ja. Wat zijn de mooiste nummers? Wat de mooiste nummers zijn? Oh... Het schiet in me helemaal dicht. Die smiles vind ik heel mooi. Ja, ja. 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 Verder, nee. Ja. Is bij de Goldenering ook de liefde ontmoet? Nee. Huh? Nee, wel in de disco. Dat zal ook vast op die plaatjes van de Goldenering gedraaid zijn. Maar niet de liefde bij de Goldenering bij een concert. Nee. Ja, het kan zijn misschien. Ja, zou kunnen. Nee. Dat een bepaalde herinnering aan heb je dan weer om... Nee. Gewoon echt van de tijd van het uitgaan vonden we de muziek al mooi. Jullie zingen zelf ook liedjes. Zingen je liedjes dan hem? Nee, helaas. Er zijn geen nummers van de Goldenering. Nee. Waarom niet? Misschien wel in de maak, hè? Na vanavond. Waarom? Super gaaf. Reunie. Reunie van de 50ers. Je speelt zelf ook muziek. Kun je een beetje de muziek van de Goldenering spelen? Misschien wel, dat weet ik niet. Nog nooit geprobeerd. Klassiek instrument, dus. maar waarom trekt Goldenering jou zo? Gewoon reunie van uitgaan van vroeger. Allemaal oude bekende. Thank you.
to my heart. Radio played that forgotten song. Brand new and strong. Blues man sang kissing song. Super. Ik vind het alleen jammer dat ze één nummer niet gespeeld hebben. Back Home? Precies. Hoe weet je dat? Ja, die miste ik ook. Ja, die heb ik echt gemist. Ja. Ik ging vroeger naar de Vijfhoek, daar was een cafetaria. En dan stond een jukebox. En dan deed ik een kwartje in. En dan draaide ik drie keer over Back Home. Dat is wel jammer dat die hier niet wordt gespeeld. Echt jeugdsentiment. Maar waarom zouden ze die niet gespeeld hebben? Ik denk dat ze vergeten zijn, ze zijn al zo oud. Ik wel. Nog nooit een live optreden van de Golden Earring gezien en ze waren echt heel goed. We zijn speciaal hoe chillig te komen. Dus om niet echt in de buurt, maar een half uur hier, was heel goed. Maar zeker de moeite waard? Ja, zeker de moeite waard, ja. Het was een hartstikke mooie avond. Kwam u speciaal voor de Golden Earring en waarom? Nou goed, ik luister altijd wel vet naar de Golden Earring via de radio. En ik vind het toch gewoon lekkere muziek. Oh, ik had nog vanavond gewoon zoiets van, ze komen in Sinti's door, dus ik ga dat nog mooi nemen. Wat heeft u met de Golden Earring? Nou, eigenlijk helemaal niks, maar ik vind die muziek wel hartstikke mooi om te luisteren. En dat is ook precies de reden dat ik dacht van, nou, ik ga er vanavond heel lekker in. En hoe vond u ze vanavond? Hoe zegt u? Hoe vond u ze? Ik vond ze hartstikke mooi. Ja, ik heb toch totaal geen spijt van dat ik hier naartoe ben gegaan.